Kijk, ik ben begonnen bij bij Forza. Dat was een jongerenprogramma. Daarna ging ik ook best wel snel naar Studio Sport. Dus ik kwam uit de sport. Dus toen toen in eerste instantie uh, Late Night de Talk Show werd aangekondigd. Ik ik weet het nog. het was op Radio 1. Was er een gast. En uh, weet je? En dat soort dingen. Dat, dat dat. Ik vergeet dat gewoon niet meer. Dan zit je, Ik zat in de auto en hoorde ik die man op de radio die ik niet kende. En die kreeg de vraag van, nou, vanavond toen werd dat dan met de eerste talkshow van uh, RTL Late Night. Uh, voor het eerst in zeven jaar een talkshow bij RTL. Ja. Wat denkt u, wat denken jullie, uh, gaat hij het redden? En het eerste antwoord was, nee, daar is hij veel te dom voor. Uh, maar dat is eigenlijk, is dat mijn hele carrière zo geweest. Vorig jaar, uh, toen werd aangekondigd dat ik bijvoorbeeld uh, gast was bij uh, zomergasten. Nou. Toen, eh, uh, ik, ben, had nog niks gezien. Mm -hmm. Of, Tim uh, den Beste, ehm. Um, um.